Sarah, wij gaan vandaag met de trein. Wij gaan naar mijn grote held. Ik moet helemaal naar Bergen, dus dat gaan we ook gewoon doen. Eerst nog een jas pakken. Hier zijn de jassen. En even kijken welke jas ik ga pakken. Deze is ook een goede jas, maar daarvoor dus deze en deze. Dus ik ga deze pakken. Ik ga deze aandoen. We hebben een trein om 5 uur. Dus die gaan we proberen te halen. We moeten nog een ticketje kopen en zo, dus daarmee moeten we ons een beetje haasten. Er zit een fout in de jas, dus... Ik druk de verkeerd, mensen. Zo. Jasjes aan. Zo. Voilà. Omdat het nogal regent, had ik ook nog deze. Dat is voor mijn geel er mooi in te laten. Zo. Daar hebben we onze trein. We zijn er helemaal klaar voor om te vertrekken. Het is spannend. Maar dat is onze trein. Daar is hij. We zitten met de trein. Waarvan ze in het hek werken. Ik wachtte wel mee aan de kassa. We hebben de tickets, dus die mevrouw direct het 11 uur klaar te gaan. Nou, dat kan niet, want ik heb een goede koming. Dus ik zeg, dan moet 5 euro. Dag, het is een groot verschil natuurlijk, want ik reken 5 euro meer aan dan nodig. Die mevrouw, uiteindelijk is dat in orde gekomen. Maar daarvoor wat, zeker omdat ik de trein op tijd moest hebben natuurlijk. Dus het was wel even spannend, maar gelukkig zijn we er gekomen. Ik ben blij mee. Ik heb het echt warm met deze kledij. Ik ben niet meer gewoon van deze avond. Ik ben niet aan het rijden. Dus het is wel warm. Dus, het is wel een goede broek. We zijn aangekomen. En nu een paar keer een kentje bedrijf. Maar dat is normaal als je zo goed bent. Nu moeten we kijken waar we de dingen vinden. De Starbox, dat moeten we hebben. Dus ik probeer eigenlijk bijna nooit de eerste keer te komen, maar gewoon om open te stappen. Dus nu is het de uitgang te vinden, dus binnenkort wil ik er alles zijn. Dus we gaan eens kijken waar we moeten zijn. Ja, het is deze kant. Hier heb je een shoutbox.
Dus dan is het deze kant mogen staan. Hier hebben ze achter onze shoutbox. Ja. Dan hebben we de juiste kant. Zelfs speciaal. Dus dan staan we juist. Dus dit is deze kant. Ik heb de andere kant even gezien. Ik ga mij daar zetten. Zo. Een beetje frisjes. Zo. Ik ga vanaf. Ik zie niet al of ze passeert. Er is nog zoveel het uitzicht dat we nu zien. Ik heb daar ook nog een winkeltje. En daar heb ik de shoutbox. Dus dat kan niet mis zijn. Dat dat hier is. Hè. Nog allemaal kluisjes. Bestelling doet. Dus dat kan niet anders dan dat hier niet zijn. Ik zit in de auto met mijn tante. Ik heb haar gevonden, hè. Alleen wat, het is donker, dus zien je niet. Kijk, nu zie je eventjes een film. Zo, we zitten op de roltrap. We zijn weer al terug in het station. Spoor 9. Door een defect in Antwerpen Centraal heeft de IC-trein naar Mechelen en Brussel-Zuid van 20:11 op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 19 minuten. De eerstvolgende trein naar Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid is de IC-trein naar Brussel en Charleroi-Zuid van 20:30 die zal vertrekken van spoor 9. Het is echt slecht weer. Ja, het is donker, dus hij doet niet zo zuiver. Spoor 9, de IC-trein naar Brussel en Charleroi-Zuid. Van 20:30 komt zo dadelijk aan op spoor 9. Deze trein stopt in Mechelen, Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Eigenbrakel, Nijvel, Luc-Marchéon en Charleroi-Zuid. De laatste drie rijtuigen van deze trein zijn niet toegankelijk. Dit is de eerste trein die zal vertrekken van spoor 9. Als die mevrouw eindelijk heeft zwijgt. Dus... Spoor 8, de S33 trein naar Antwerpen Centraal. Van 20:30 komt aan op trein. Spoor 8. Hier staan wij nu. Dus, maar ik ga het als ik thuis ben. Spoor 5, de S33. Dus, we zijn aan het wachten op de trein. Ik weet niet welke trein dat we gaan hebben, maar ik weet wel dat de trein natuurlijk gaan hebben. Van Gietse Pieter en zo dingen allemaal, dat weet ik wel natuurlijk. Ja, maar het is echt heel erg aan het regen. Dus we moeten ook zo te voet naar huis. Ik weet niet of ik dat ga filmen, want als het donker is nu, dan zie je mij toch niet. Maar ja, het was gewoon leuk om mijn grote helpings te zien. Ik denk dat onze dingen, de trein die we moeten hebben voor mijn grootmoeder. Dus dan weet ik dat ik dat eens een keer kan doen. Dus dat moet ik ook nog eens doen, maar ja, ik ben niet zo geneigd om dat allemaal te doen en zo'n ding allemaal. Dus, maar het was wel leuk, ik heb het altijd met Mila aan mijn grote held. Dus ja, en alle informatie kan je zien op haar TikTok. Alles komt daar gewoon op, dus als je daar wilt het weten op haar TikTok. Ik zal de link hieronder zetten, want ik kan niet uitspreken. Dus ik weet niet hoe laat de trein is, die ons straks op rijdt. Spoor 10, de IC-trein naar Capellen. 9 minuten vertraging. Dit is de trein die naar Antwerpen Centraal rijdt. Ik heb een dubbeldek, dat vind ik ook altijd leuk om te zitten. En ik denk dat onze trein vandaag moet komen. Of vandaag, was jij vandaag. Die moet vandaag komen. Onze trein. Dus en daar rijdt hij zo station binnen. Want we moeten die richting uit. Want daar is Antwerpen Centraal, dus direct naar daar Antwerpen Centraal. Dus het is niet zo koud buiten, dus dat is ook al een voordeel. Ik sta hier net aan het licht, zodat jullie mij beter kunnen zien. Dus ja. Dus, en dan gaan we ook nog iets ophangen thuis. Dus dat gaan we ook nog doen. Ik weet nog een plaatsje vinden en zo'n ding allemaal. Dus dat gaan we thuis ook nog bekijken. Dat gaan niet een van deze dagen zijn misschien. Maar we ophangen. En ja. Maar het is gewoon leuk dat ik niet meepak. Maar er staat ook een beetje privacy reden. Omdat ik niet alles film en ook niet alles zeg. Dat is bewust zo. Dus dat ik dat niet doe, maar het is echt wel een. Door een storing aan een overweg is het treinverkeer ernstig verstoord tussen Antwerpen-Zuid en Beveren. We houden u verder op de hoogte via de aankondigingen en schermen in het station, de NMBS-app en op nmbs.be. Ik hoop dat de trein rijdt. Dus
ik hoop dat de trein goed komt. Stel je voor dat ik een storing heb van mijn been. Dus we zien het wel. Ik hoop dat alles vlekloos verloopt deze keer. Dus we zijn in de trein. Dus de deur gaat wat dicht, dus we hopen dat het lukt. Dus we staan nu weer stil. En als de documenten in orde zijn, kunnen we weer verder rijden. Dus we staan momenteel stil, ik weet niet waarom we stilstaan. Dus het is... Dat heb ik van haar gekregen, ondanks zijn we ook thuis. Ik wil nog even benadrukken wat er allemaal gebeurd is, want ik weet niet verder. Dus we zaten aan het station, te wachten was een storing. Vijf minuten later, een paar uur later ga je dan op de trein en dan heb je weer problemen met het feit dat de mensen niet de trein kan doorrijden omdat de papieren in orde zijn. Dus we hebben ook een tijdje stilgestaan. Dus ik ben wel blij dat ik thuis ben. Het heeft heel veel emoties achtergelaten, maar dat ga ik hier niet zetten. Dus ik ga... Ella! Ah, het is oké. Dan ga je nog bijten wat Muffin. Muffin zit daar namelijk in de zetel. En ik ben nu gewoon thuis. Dus hopelijk vond je het een leuke video. Dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.